We staan hier in het museum. Ben je hier voorheen al eens geweest? Nee, het is de eerste keer dat ik hier binnenkom en ik moet zeggen, je voelt zo direct een heel speciale sfeer hangen. We hoorden daarnet ook dat al de muren en de vloeren, dat allemaal nog origineel is. Dus ik vind dat wel imposant of zo, ja. Vind je dat ook belangrijk om je zo wat in te leven in het verhaal van wat je gaat spelen? Ja, je moet toch weten waar je dat moet plaatsen en van waar het komt en wat het grote plaatje daarvan is. Want wij spelen natuurlijk... Er gebeurt niks met in een boot, maar wij spelen het verhaal van heel veel mensen die een hoop koesteren. Die boot, dat is eigenlijk de belichaming van die hoop die mensen hadden. En dan is het toch wel belangrijk dat je die boot kan plaatsen, dat je weet van waar het dat komt, hoe dat ontstaan is, hoe dat allemaal ging in die tijd. Hoe die mensen daar hebben moeten voor knokken ook soms, hoe het soms onmogelijke verhalen werden van wanhoop in plaats van een goed einde. Dus ja, ik vind dat toch wel mee het verhaal maakt. En jouw personage zelf, wie is dat juist? Ik speel Marta. En Marta is een heel jong meisje. Die komt uit de armere klasse. Ze komt uit een heel warm gezin. En ze droomt er eigenlijk van om haar eigen kleren te ontwerpen. En ze werkt op de dokken in de haven in Antwerpen. Ze heeft het heel lastig met al de mannelijke... hormonen die daar rondvliegen. Haar droom is op die boot geraken, naar Amerika reizen en daar kleren te kunnen ontwerpen. Dat is natuurlijk voor haar familie niet zo evident. Dus ja, wat zal het worden?